bent een gewone bewoner en op de receptie. En toch op de receptie, ja. Ik vond het eigenlijk wel belangrijk in 2015, hè, wat er allemaal gaat gebeuren in Baren. Qua ouderen. Ik voel me niet zo oud, maar het lijkt me wel heel belangrijk dat Baren daar wat allerlei dingen in gaat doen. Het nieuws is dat Vorstelijk Baren vanaf begin 2015 er weer een toeristisch informatiepunt bij krijgt. Twee jaar geleden is de VVV Baren failliet gegaan. Er was even geen opvulling. Maar we hebben de juiste mensen gevonden en de juiste ideeën samengesteld. En nu is er een stichting Toerisme Baren opgericht. Waaronder het informatiepunt naast de generaal zometeen weer gerealiseerd gaat worden. Is het net zoiets als het VVV of toch een beetje anders? Een beetje anders in die zin. We gaan natuurlijk informatie verstrekken op een locatie waar al heel veel toeristen komen. Maar we gaan ook fietsen verhuren. En dat wordt eigenlijk een soort de basis van heel het concept. Fietsen verhuren die ook bij Paleis Soestdijk worden neergezet en ook bij Kasteel Groeneveld worden neergezet. En de mensen kunnen dan combinaties maken met wandelen en fietsen om zo nog meer van Baren te ontdekken in een kort tijdsbestek. Graag wens ik u mede namens het gemeentebestuur een gelukkig en voorspoedig gezond 2015. Een moment als dit is altijd een beetje terugkijken, maar ook vooruit. En als ik terugkijk op 2014, is er één moment geweest dat de afgelopen jaren bij velen op het netvlies gegrift staat. De ramp met de MH17. Een onbegrijpelijke gebeurtenis die bij veel families diepe sporen heeft nagelaten. Ook in Baarn. Waarbij de nabestaanden, familieleden, vrienden, broers, zussen, kinderen langzaam hun leven weer proberen op te pakken. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En wat opviel, was de enorme verbondenheid die Nederland in die periode naar deze ramp tentoonspreidde. Hoe is het afgelopen jaar voor u geweest? Erg turbulent. Kijk, de beeldvorming over corporaties is beroerd geweest. Ik weet niet of u de publicatie heeft gezien die we net gemaakt hebben, een fotoboekje. Waarin we eigenlijk als stil, althans met weinig tekst, antwoord geven op al die turbulentie. Kijk, dat hebben we de afgelopen 15 of 18 jaar gedaan. Ik zal hem u toesturen. Komende jaar wordt het een beetje beter? We zijn net gevisiteerd, daar komen we goed uit. We gaan dit jaar bouwen aan de Goeman Borgesius. 33 jongere appartementen neerzetten. We gaan volgende week op 10 februari de eerste paal slaan voor woningen in de Rengerswetering. En zo hebben we nog een paar projecten die we met nieuw elan, dat is de titel van onze nieuwe begroting 2015, gaan oppakken. Maar het is goed dat we mensen om ons heen hebben die ons af en toe eens corrigeren. Een andere weg wijzen, helpen of gewoon maar eens een praatje maken. En gelukkig gebeurt dat in Baarn, in de diverse wijken, en wordt dit door de inzet van heel veel vrijwilligers ook gefaciliteerd. Een voorbeeld hiervan is de leuning. Afgelopen jaar werd hier 30-jarig jubileum gevierd en een veelgehoorde opmerking was dat het zo fijn was elkaar in de leuning te treffen. Ja, u bent nog niet zo lang in functie, hè? Nee, vanaf 1 november officieel. Ja. U volgt meneer Altenburg op? Ja. Mijn voorganger, ten derde malen geloof ik, want ik heb hem ook al een keer binnen het Rijksvastgoedbedrijf opgevolgd. Ja. Maar ik sta nu voor de mooie klus om Soestdijk in shape te houden, in mooi zoals het er nu bij ligt. Ja, nog geen eisen? Nee, jammer genoeg niet. We zitten er met smacht op te hopen en we hopen natuurlijk nog dat we in dit seizoen van 2014-2015 nog ijs krijgen, ja. Er komt wel een ijsbaan, hè? Dat is geen echt ijs. Nee, geen echt ijs, nee. Nee, wij hopen natuurlijk dat er echt natuurijs komt. Ja. Dames en heren, ik kan u wel zeggen dat achter de schermen keihard gewerkt is door alle medewerkers om afspraken te maken met partners en het vormgeven van bijvoorbeeld het lokaal team. Waarbij alles is gericht op het leveren van een goede zorg aan diegenen die dat nodig hebben. Zal het dan helemaal niet misgaan? Ja, ik denk het wel. Er zullen soms zaken niet goed gaan. Zoals dat in het verleden en nu ook het geval is. En ik praat het niet goed, maar we moeten ons realiseren dat er fouten worden gemaakt. En we als maatschappij en als persoon soms risico lopen. Veranderingen vragen tijd en gewenning, maar ook gelegenheid fouten te maken. Ja, Jack, hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Mijn afgelopen jaar dat is iets minder geweest dan dat ik verwacht had, maar in de toekomst komt er heel veel leuke dingen hier in Baren. Vertel. We gaan een gezellig muziekje brengen
vanuit de muziektent. We gaan in de toekomst, in de loop van de maanden, gaan we dus wat zangeresjes die zich willen profileren, wat zangetjes profileren. De muziekgarage die wat heeft om te profileren. Koren die zich willen profileren voor leden, krijgen bij mij allemaal de gelegenheid om zich te profileren in de muziektent op de Brink op een zaterdagmiddag van 12 tot 5. Dit is de derde keer dat ik de cultuurprijs en de vrijwilligersprijs mag uitreiken. En het doet mij dan ook veel plezier de genomineerden voor de vrijwilligersprijs Baarn 2015 en de cultuurprijs Baarn 2015 aan u voor te stellen. En ik begin met de vrijwilligersprijs. De jury heeft daarbij alle voorgedragen stichtingen en ingezetenen van Baarn aan de hand van de reglementen beoordeeld. Nou, niet allemaal, maar degene die genomineerd waren of die aangemeld waren. En daarbij voldeden twee verenigingen aan de criteria en dat zijn in willekeurige volgorde de Stichting Spelotheek Baarn en de Baarnse IJsbaan. De Stichting Spelotheek Baarn leent sinds april 1987 speelgoed uit aan kinderen in Baarn. Kinderen komen dat samen met de ouders verzorgd uitzoeken. En daarbij geeft de stichting voorlichting over de educatieve waarde van het aanwezige speelgoed en legt zij contacten met de ouders en de verzorgers. Het doel van de spelotheek is het bevorderen van het spelplezier, de spelontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind door middel van het uitlenen van goed en verantwoord speelgoed. Dan wil ik nu graag de winnaar bekendmaken. En dat is de spelotheek. Ja, jullie hebben een prachtige prijs gekregen van de spelotheek. 1000 euro maar liefst. Ja, heerlijk, wat een verrassing is dat voor ons. Vorig jaar waren we ook genomineerd en waren we tweede. Dan kregen we een bos bloemen, maar nu echt een grote geldprijs. Daar zijn we ontzettend blij en trots op. Ga je ermee doen? Ik denk nieuw speelgoed hopen, want we hebben een aantal jaren geen subsidie krijgen we meer van de gemeente Baarn. En wij zitten een beetje krap bij kas en het speelgoed slijt toch na zoveel jaren. En wij willen graag speelgoed gaan vervangen. En we hebben een speciale kast met elke categorie met leer- en lees speelgoed. En kinderen met een motorische achterstand. En die willen we graag gaan uitbreiden. Omdat de remedial teachers op veel lagere scholen wegbezuinigd worden. Willen we graag dat de ouders met de kinderen gaan oefenen die een beetje hulp, extra hulp nodig hebben. De winnaar is de Stichting Cultureel Festival. Stichting Cultureel Festival zal in 2015 het 17e festival houden in het centrum van Baarn. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk, met als doel een platform te bieden voor jonge muzici uit Baarn en omstreken, maar ook om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met kunst, cultuur, sport. Naast alle terugkerende onderdelen, zoals koren in de kerk, ik geloof dat zelfs een van de wethouders daar actief in is, kunst op de Brink, een danspodium in de Pekingtuin, afgewisseld met optredens in de koepel, de Baarnse literatuurprijs, klassiek in het gemeentehuis, de welzijnsmarkt en muziek op vrijdag met Prinkpop, heeft de stichting het afgelopen jaar de aandacht gericht op een nieuwe website en een kindercultuurplein. Dit in de hoop hiermee nog meer jongeren in contact te laten komen met kunst en cultuur. En het festival biedt een laagdrempelig en gevarieerd aanbod waarvoor iedereen wat te zien en te beleven is. Ja, zojuist een prijs gekregen, de cultuurprijs. Gefeliciteerd! Dank u wel, daar zijn we heel erg blij mee. Niet alleen voor ons, maar gewoon eigenlijk voor iedereen die altijd meewerkt aan ons festival. Alle verenigingen, stichtingen, heel veel mensen die ook hier staan hem ook verdiend hebben. Cultureel festival dit jaar voor de 17e keer? Inderdaad, voor de 17e keer dit jaar weer. Ook weer in een centrum. Het wordt steeds maar groter, hè? Het wordt steeds groter. Wij proberen mee te helpen met de voetstappen in Baarn te zetten. Afgelopen jaar ongeveer 6000 bezoekers getrokken. Avondprogramma wat er nu standaard bij is. En we proberen elk jaar wat nieuws toe te voegen. Zodat ook iedereen er voor iedereen ook weer altijd wat te doen is. Wat zijn voor jou de punten van het afgelopen jaar geweest? Afgelopen jaar, ja, dat zijn, als je het politiek kijkt, de zaken zoals die nu nog spelen. Dat betreft Wintertuin, waar ze een ei gelegd hebben en waar ze mogelijk de financiële consequenties van gaan ondervinden. Dat is het probleem met de invulling van het Laanplein, wat al jaren loopt. Probleem met het gasstation, waarvan ze zeggen van als dat verplaatst moet worden, gaat het de gemeenschap ook de nodige centen kosten. Dus is te hopen dat ze daar een andere oplossing voor vinden.
plezier het komende jaar? Een beetje somber wat dat betreft? Nee, nou, het hangt er vanaf. Er zal een fictie juridische strijd gevoerd worden op diverse onderdelen. En dan hangt het er maar vanaf hoe ze daaruit komen. En voor Baren is dat wel belangrijk, want het zijn wel centen van de burgers waar je mee aan de gang bent. Bij Staatsbosbeheer. Klopt. En net als bij de andere vragen ook u, zijn er bijzondere dingen gebeurd de afgelopen jaar? De bijzondere dingen zijn gebeurd. Niet echt hele bijzondere dingen om op te noemen. Wat wel nu nog steeds gaande is, is dat we heel veel hout hebben geoogst in deze omgeving. Waardoor het bos er enigszins anders uitziet. Waar mensen ook misschien wel wat hinder van kunnen ondervinden. Dat gaan we komende tijd goed opknappen. Dat is een van de dingen die we afgelopen jaar gedaan hebben. En voor de rest hoop ik dat iedereen gewoon heel erg van het gebied genoten heeft. Want ik denk dat het een van de mooiste plekken van Nederland eigenlijk is om te kunnen wandelen. Zeker weten, hè? Altijd druk, hè? Zomers helemaal. Ja, vooral hier Lage Vuurse is echt een enorme trekpleister. En er zijn enkele honderdduizenden bezoekers die hier ook wandelen en dergelijke. Dus wij zorgen wel dat we mooie wandelroutes hebben klaar liggen. Dat we bezig zijn met een mountainbike parcours. Ruitenroutes er goed bij liggen om iedereen toch wat te bieden en te kunnen laten genieten van het terrein. Dames en heren, graag bij u. Van harte welkom heten en met name mevrouw van de burgemeester en met name de burgemeester en het volledige college van wethouders. We zijn zeer vereerd dat u allemaal bent gekomen. Ja, meneer Van der Kerken, u bent ook aanwezig op de receptie in de Lage Vuurse. Ja. Want ik ben voorzitter van de Stichting Welzijn. Ja. Dus dat is mijn functie vanavond hier een beetje. Maar ik kom ook voor de gezelligheid. Ja. Want Lage Vuurse staat natuurlijk ook altijd een beetje voor de gezelligheid. Welkom aan alle mensen hier van de oude majesteit, oftewel haar koninklijke hoogheid, tot alle mensen die hier komen. En dat zijn er heel wat. En wij proberen vanuit de Stichting Welzijn, Lage Vuurse, om de mensen hier toch een aantal keren een gezellige dag te bezorgen. En of dat nou Koningsdag is of wat dan ook. En heel vaak in samenwerking met het verpleeghuis hebben we hier heel veel dagen dat we bezig zijn om de mensen een dag te bieden waar ze even aan iets anders denken dan aan hun ellende. Het wordt een bijzonder jaar in de Vuurse, begrijp ik. Een afscheiding. Een vrijstaat, een dracu, een vlag. Nou ja, dan zijn alle elementen van een nieuwe staat compleet. Een opgeknapte smederij, een pinautomaat. Ik vind het wel knap hoe u al die mensen zo even een korte tijd de revue laat passeren. Maar u staat denk ik wel de spijker op de kop van de elementen die hier in het dorp spelen. Ik zei in mijn toespraak in het gemeentehuis van soms zijn het er heel veel. En weet ik ook dat sommige mensen het als een soort verplichting ervaren om naar die nieuwjaarsrecepties te komen. Maar je merkt toch dat het ook wel een toegevoegde waarde heeft. Dat merk je ook hier. Mensen spreken elkaar, ontstaan nieuwe ideeën. Ik hoorde hier net dat er ook al iemand geworven is voor de commissie Welzijn hier, voor de Welzijnsstichting. Ja, dan is dat toch heel goed. Ja, je zegt net nieuwe ideeën. Ik hoorde nieuwe munt, nieuwe vlag. Ja, het is leuk, hier, hè? Altijd een beetje losgeslagen natuurlijk. Want de dracu werd al geïntroduceerd. Een vrijstaat, eigen vlag. Nou ja, ik denk dat dat ook wel goed aardig is dat het hier Lage Vuurse. Het werd met een knipoog gedaan, dat is heel goed.